Wauw. Nee, Nee, ik oh. ga voor de voedselbank voedsel ophalen. Wauw. Goedemorgen allemaal, wij zijn net wakker. Wij zijn echt net wakker. En Elfie heeft net een flesje. En die heeft nou lekker een beetje brood, hè? Die is aan het eten. Oh ja, kijk, daar is die. Dat is lekker. Hap, 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 hè? Kom maar happen dan. Hap, hap. Oh! Dylan is ook wakker. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Ik wou me nog iets heel goeds vertellen. Nou, vertel het eens even. Mensen weten wat Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu. Of als ze die hebben, of ze kennen het. Dan zitten jullie Pikachu ook in level 24. Laat achter en de reacties. Nou, beide wel. Als jullie het niet geloven, nou, ik kan het dus straks nog een keer laten zien. Nou, jij eet nog even lekker je kaasstengel op en dan zijn de kaasstengels op en de anderen nemen we in de school, hè? Dan zijn ze op. Mijn plicht roept. Ik heb geen piep gehoord. Mijn plicht roept. Oh. Ik mag weer gaan werken. Hè? Huh? Amy? Ja! Kan papa een dikke kus voor jou? Ja! Amy is anti-papa vandaag. Oh. Oh, lekkere. Ja, lekkere kus! Ja! Weet je hoe wil ik? Lily wil wel een kus. Elfie wil een kus. Elfie die is nog niet anti-papa. Ja! Is lekker zacht, Elfie. Ja. Nou, ik zeg. Je bent ook niet anti-papa? Nee, dat ben ik nooit. Papa, jij ook. Tot vanavond. Papa, jij ook. Oh, dat is een lekkere kus, hè? Kijk. Wat heb je voor lekkers, Lily? Poffertjes, hè? We hadden nog een paar poffertjes over. En die eten jullie nou lekker op, hè? Lekker, met stroop en poedersuiker. Moedersuiker. Dat is lekker. En jij wil nog appelen, lieverd. Ah, die is mooi, schat. Ja. Ja, die lopen. Hij moet dan. Lopen, lopen, lopen. Nee. Lily, wat heb jij nou? Wat heb jij? Zo, Dylan is ook weer uit school. En dan lust de buik vast wel iets lekkers. Zoals jullie zien, heeft hij zijn ogen dicht. Want ja, hij wil nog niet weten wat het is. Nee. En dit is het zo. Ik zal het de mensen even laten zien. Dylan heeft nog steeds ogen dicht. Van de bakkenbart. En volgens mij vindt Lily het wel lekker. Of niet, Lily? Is het lekker? Ja. Wat zit erin? Nee, mag je ook nog niet open doen. Wat zit erin? Wat zit erin, Lily? Taart. Taart? Is het voor me? Ja, eet. Kijk maar. Het is doormidden gesneden, voordat je denkt, hoe is dat nou? Misschien moet je het even rechtop zetten. Ja, zo stond het.
Ja. Ik weet niet wat het is. Ik doe maar wat proeven. Ik moet proeven. En? Lekker. Oh ja, ik ken jou wel hoor, met je grappen. Het is een appelkeekje. Appelkeekje. Jij en die dat niet lekker vindt, dan ben je ziek. Heel ziek. Ik ben ziek. Nou, gelukkig niet, lieverd. Lekker, Lily. Njam, 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 njam. Zeg maar, ik had niet zoveel zin om te slapen, zeg maar. Zeg maar tegen de mensen. Mama, ik niet zo tatten. Nee, want waar was jij? Jij stond bij de trap, hè? Ja. Of was je mama aan het roepen, toch? Ja. Mama, ik... Ik niet dat meer. Ja, Amy moest ook opstaan, toch? Ja. Ja. Moet ja, het is heel fijn, zo'n zus die je wakker maakt. Ja, dat is fijn. Gelukkig zus nu op mijn kamer. Hi, Livy. Oh, lekker, lieverd. Oh, lekker, lekker. Appeltje, hè? Niet naar mijn kamer. Dat is de vork, hè? Nee. Nee, moet je in je mondje stoppen, dan is een stukje appel eraf. Zo. Hallo! Zeg maar, en ik kon niet slapen door mijn zussen die niet gingen slapen, zeg maar. Ja! Dus hebben we even de slaapzak meenemen en dan zijn we lekker met de blok aan het spelen, hè? De elf ligt op de grond. O jee toch? Is mooi, hè, met de blokjes, de schaart. Hallo, lieverd. Nee. Oh, nee. Pak ze op, liefde. Dat is lekker, Amy. Een lekker knabbeltje, hè? Oh, lekker. We hebben lekker gespeeld. En nu hebben jullie een lekker knabbeltje, hè? Nee. Jij mag ook zo. Jij mag zelf uitkiezen, Lily. Amy is nou aan het zoeken, Amy. Oh, dat is allemaal wel lekker, schatje, hè? Kunnen komen... Maar ja. Als Dylan naar school is, mag die ook, hè? Die ook ticket. Is dat ook een ticket? Ja. O jee, toch? Zit veel lucht in het knauwtje, hè? Ja. Ja, is lekker. Welke ga je allemaal pakken, Lily? Welke ga je kiezen, schatje? Die niet. Die niet? Nee. Die vallen. Ja, die zijn lekker, hè? Die kleintjes, hè? Mag ik een maan? Is dat maan? Ja, dat is ook mam. Dat is ook mam. Mijn mam. Dat is Tatje. Kijk, hier een eentje. Huh? Ja, hier, echt hier. Ja. Wil je ook nog andere hebben? Of wil je alleen maar die? Kijk, een olifant. Ik ook eten. Otje. Ik ook eten. En een olifantje. Ik ook eten. Wil je ook een eentje, lieverd? Oh, we zullen voor jou een eentje zoeken. Hier, kijk eens. Hier. Nee, ik ben niet. Ik ben weer uit school. Ja, weekend. Ja. En waarom heb ik nou een boodschappentas van Albert Heijn? Jij gaat winkelen. Ja, bij de mensen. Boodschapjes voor mij doen? Nee. Oh. Ik ga voor de voedselbank voedsel ophalen. Wauw. Met Laura heb ik al 3 tassen. Kijk, goed, helemaal hè? Helemaal vol. En dat gaan ze nu brengen naar school. En ik heb een heel leuk speelafspraakje met David. Nee. Oh, dat is ook gezellig. Ja, ja. Maar ik vind het heel goed, jongen, voor de voedselbank. Want dat is heel erg, hè? Dat er mensen zijn die niet zoveel centjes hebben om boodschap te doen, hè? Ja, dan kan ik ook de voedselbank zien. Dat vind ik heel goed dat je dat een keer gaat zien dan, hè? Ja, dan moet je dat ook wel echt gaan filmen. Ja, ja, tuurlijk doen we dat. Maar dan kunnen de mensen zien dat we het ook echt wegbrengen, hè, ja. Toch? En geloof maar, deze tas is straks helemaal vol. Ik hoop het. Zijn de mensen blij mee, jongen? Hè? Ik ben heel goed voor jou, lieverd. Ja, je krijgt vaak allemaal van die langhoutkade dingen, ja, soosjes en alles. Maar dat is juist goed, hè? Toch? Popcorn. Mama is trots op jou, lieverd. Ja. Hè? We
het lekkerste wat ik en Laura hebben gekregen is popcorn. Wat je nog in de, we doen drie zakken. Nou, in een pak zitten drie. Oh, die in de magnetron nog moet doen. Ja, dan kan je bij die ook nog kopen. En wij hebben van Merci die chocolaatjes een pak. En nog andere chocolaatjes. En toosjes. Lekker, dat is het lekkerste wat we hebben. Dat zijn wel luxe dingen, chocolaatje, maar dat kan niet iedereen kopen, hè? Nee, dat is dat zijn luxe producten, ja, zijn dat, hè? Ja, dat zit op 3 euro, zoiets. Ja, de meeste mensen die kopen dan zo goedkoop mogelijk eten eigenlijk, hè? En echt lekkere dingen, ook met kindjes, daar hebben ze niet, hè? Ja. Dat is niet leuk, hè? Rond 3:30 komt hij dus. Ja, nou, ga maar snel even wachten, hè? Tot straks, lieverd. Ik ben weer even terug, want het was wel heel erg. Dylan heeft er wat, hè? Ja. Dat heb ik gekregen, jongen. Oh, lekkere doosjes. Wauw. Kijk, ik heb deze bak gepakt. Ik denk, dan kunnen we daar alles in bewaren vast. Dit is het eerste wat ik heb gekregen. Oh, wauw. Dat is wel hele luxe, hè? Ja. Van Grand Italia. Nou. Lekkere olijfjes. Olijfjes. Van luxe productjes. Unox worstjes. Unox knakworstjes. Nou, dat vinden de mensen ook lekker, hè? En Kijk. Tomatenpuree. Tomatenpuree. Dat is ook altijd goed. En nog een keer tomatenpuree met de Jumbo, hè? En Ja, dat is ook tomatensaus. Ja, tomatensaus. Wauw. En voor pizza te maken. Ja. Wauw. En dan een mooie tas. Wat goed, man. Mm-hmm. Wauw. Luxe, man. Ja. Hey, lieverd, ik zet hem hier in de gang. En dan zie ik jou zo weer. Ja. Gaat goed? Ja. Wauw, goed, man. Aan het eind van de dag kijken hoeveel ik heb. En dan probeer ik steeds mijn record te verbreken. Ja. Hey, we houden die mensen heel goed bedanken, lieverd. Hè? Want het is wel heel lief dat ze dat doen, hè? Ja, ik wil liever mijn handschoenen. Ja, dat mag. Zal ik het even pakken? Dylan is ook weer binnen, want het was tijd om te eten, jongen. En de lampen waren aan. En wat is dan de regel? Dan komen we naar binnen toe. Wij zijn lekker aan het eten. Wij eten lekkere gebakken aardappeltjes met schil. En? Eitjes en worteltjes. En? Kippen. Nee. Visburger. Oh ja, visburger. Heel lekker. Lekkere visburger. Kijk deze. Lekker! Moet je echt kopen? Lekker. Jij ziet lekker, hè? Mm-hmm. En ik heb lekkere witlof met kaas, maar dat vinden de kindjes niet lekker. Dus ik heb extra veel! Vind ik helemaal niet erg. Natuurlijk vind ik het helemaal lekker. Nee, je vond het niet zo lekker volgens mij. Mama, ik kan eten. Oh, is het zo erg, schat? Was het te zwaar, zo veel eten? Ja. Is je buikje vol, schat? Ja. Goed zo. Leg maar die stukjes die op je even op je bord, goed? Goed zo, meisje. Oh, dat is wel lekker, hè? Lekker visburger? Ja, een veganistische visburger, hè? Ja, dat lust jij wel, hè? Hap. Lekker. Sorry. Nou, ik ga ook even lekker eten. Dus ik zeg smakelijk eten, maar Dylan is ook alweer klaar. Smakelijk eten. Smaak. Ja, je krijgt ook nog smakelijk eten, schatje. Kijk eens, mensen, wat mooi die is geworden. Wauw. Onze zelfgemaakte roomkaas. Ik ben benieuwd. Hij ruikt lekker. Is groot, hè? Kijkt erg lastig. Kijk je lastig? Ik vind het niet zo lekker, schat. Is het niet zo lekker? Gisteren leek hij lekker, toch? Ja, de een heeft ook een andere smaak dan de ander. Nee, gisteren zei hij was lekker. Ja. Ja, ik vergelijk het met roomkaas. Ik eet natuurlijk nog roomkaas. Misschien kun je hem beter zelf even proeven. Doe maar even zo'n driehoekje uitsnijden. Een driehoekje uitsnijden? Ja. Ja. Een driehoekje uitsnijden. Niks driehoekjes uitsnijden worden. Thuis.
Kun je jezelf ook even filmen? Hij smaakt naar amandel of zo. Nee, ik kan me goed voorstellen dat mensen het wel lekker vinden. Ach. Ik vond het redelijk als je het een beetje zo eet, niet op dat stokbrood. Graag. Dat is zonde van het stokbrood. Nee, maar proef naar amandel of zo. Proef naar amandel of zo. Ik vind amandel lekker, maar... Ik vind amandel niet zo lekker, maar... Mm. Nee, maar... Ja, nogmaals, ik snap wel dat mensen het wel lekker vinden. En wat ik zeg, als ik het zo eet, dan is het best aardig. Maar ik vergelijk het met roomkaas van de Boucher of zo. Ja, nou, jammer. Ja, maar toch zit ik nou wel zo van te eten. Ja, ik kan zeggen, wat eet je door dan? Nee, ik vind het niet heel verkeerd smaken zo. Nee? Sommige mensen zeggen dat bij de groente of bij een pasta, zodat die smelt. Ja, nou, weet ik ook niet. Nou, misschien wel een goed idee. Goedenavond mensen, ik ben thuis van het werk. Ik heb koopavond gedraaid. En Dylan die was even wakker gebleven. Die vond het leuk om mij te zien. Plus, hij heeft iets te vertellen. Ja. Oké, okay, nou, vertel, wat dit heb je? Dit is erwtensoep. Een blik stevige erwtensoep van Inox. 1 liter en 300 gram. Heel zwaar, best wel. Ja. Schenkstroop, 600 gram. En ook een hele zware pot. Pasta saus. Ja, lekker. Nog hoger. Kunnen ze lekker pasta maken. Mm. Hè? Tomatensaus is dat. En knakworstjes. Hierachter zie ik al opstaan dat het 10 stuk zijn. 10 knakworsten. Ja. En hier zijn nog knakworsten. Maar dan kleine. Partyworstjes. En daar zijn er 32 van. Zo hé. Hey. En we hebben crispy mais. Als je zo weet. Lekker. Ja, ik ben dol op mais. En we hebben hier tomatenpuree. Mm-hmm. Nog een potje tomatenpuree. Dat is niet erg. En hier een tomatensaus. Nou ja, hier tomatensaus. Pastasaus. Lekkere olijfjes. Oeh, lekker. En, ik heb dit nog nooit gezien, hiermee een pizza kan je bodem pizza maken. Mix voor een pizza bodem. Ja. De bodem, hè? Mm-hmm. Je wil nog dingen erop leggen, toch? Nee, we hebben al dit en we hebben ook een tomatensaus. Ja. En dan doen we er lekker stroop op. Oh, dat is lekker. Een lekkere beetje erwtensoep. Bah. Maar dit kan er wel in op. Kan wel op de pizza, ja. Ja. Maar knakworstjes. Knakworstjes. Je hebt nog één ding, ja. Zie ik. Toast cups. Ik denk dat de mensen blij met jou zijn. Ja. Hè? Ja. Morgen ga ik weer. Want morgen ben ik... Volgende week ben ik op... Ja. Donderdag en vrijdag vrij. Studiedag. Het komt omdat de juffrouw's en meesters gaan. Staken! Ja. Ja. Nog iets over de voetenbank vertellen. Wat dan? Nou, ik vind het niet zo fijn voor de mensen dat de mensen zo weinig eten hebben. Want dat is, want anders zit je toch niet bij de voetenbank. Nee, de mensen hebben niet zoveel centjes, hè? Nee, dus dan kunnen ze ook niet zoveel eten kopen. Dus dan kunnen ze daar een pakket op halen, hè? En dan krijgen ze bijvoorbeeld van mij dit. Ja, dan gaan ze dan verdelen, hè? Dan gaan hun kijken wat ze bij de mensen in de pakketten stoppen. Ja. Maar daar heb jij dan wel heel lief aan meegeholpen, toch? Ja. Aan de mensen die het gegeven hebben, natuurlijk. Laura is vandaag ook naar de voedselbank het gaan brengen. En dan hadden we 3 tassen vol, dus dat is ook goed, alweer. Ja, maar jij bent maar 10 minuutjes buiten geweest en dan heb je dit. Supergoed, man. Ja. Maar wat trots op jou, hè? Nou, bedankt de mensen die gekeken hebben. En bedankt de mensen die een schenking, een gift hebben gedaan. Schenking? Ja, die wat aan jou, dit aan jou hebben gegeven. Oh, bedankt voor het kijken. En als jullie ook onze video's kijken, dan bedank ik de mensen zeker voor al dit eten.
zeker abonneren. Duimpjes omhoog. En leuke reacties achterlaten. Doei!